Als we het over helden hebben, aan wie denk je dan? Want er zijn mensen die bijvoorbeeld denken, oh, Rai Vloed, want die had afgelopen zondag de winnende treffer in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AZ. Denk je ook wel eens over die helden die meer dan 75 jaar geleden, hè, toen het oorlog was, die mensen die toen opstonden tegen de bezetter? Over oorlog in de trein. Het beste van een jongen met rood haar en van een stotteraar. Er was ook een Joods meisje in mijn klas, die wat bijzonder was, maar die we gelukkig niet hebben gepest. Haar naam staat in de lange lijst van slachtoffers op de Joodse begraafplaats in de Bollestraat. Ze is vergast in een Duits concentratiekamp. We hebben zojuist met de lokale burgemeester en de kinderen van de school hier, van klas groep 5, hebben wij de onthulling gedaan. En we hebben speciaal gekozen eigenlijk voor deze buurt, omdat dit de verzetsheldenbuurt is. Dus alle straatnamen zijn hier vernoemd naar verzetshelden uit Almelo. En omdat het een vredesboom is, dachten we van nou, dan is dit een hele mooie plek daarvoor. Ook omdat het zo mooi gerenoveerd is en in 2019 zijn we hier al mee begonnen. Maar iedere keer werd het uitgesteld vanwege corona of omdat de kinderen er niet bij konden zijn. Dus we zijn heel erg blij dat we nu in de Vredesweek, het thema is inclusief samenleven, dat we hier dan toch deze boom kunnen onthullen. Mijn wens is dat de dieren en natuur nooit doodgaan. Ja, mooi. Ik wens dat ze oorlog... Dat er geen oorlog komt. Heel goed. We hebben gewoon gekozen voor een mooie boom. Die ook een beetje uit gaat groeien over de vijver heen. En daar hebben we eigenlijk voor gekozen. En die ook past in het landschap. Oh! Oh my god! Oh, ik hou mijn gezin. Ja! Ja, we hebben vanavond met hun gediscussieerd. Ze hebben al jarenlang verkeersoverlast in de straat en ze willen daar graag een oplossing voor. Wij zijn bezig voor het centrum te kijken of we camera's kunnen toepassen rondom een kentwinkelgebied. En dat zouden we eventueel kunnen uitbreiden naar een Hofkampstraat. En daar hebben we deze avond voor aan besteed om te kijken of daar draagvlak voor is. Dus hoe staat het met de privacy? In principe, als mensen een ontheffing daarvoor hebben, bewoners bijvoorbeeld, dan wordt dat gecheckt in de computer. Wordt direct de foto wordt vernietigd als het een bewoner is. Of iemand anders, de hulpdienst, die mogen daar gewoon natuurlijk komen. Iedereen die er niet komt, dat blijft bewaard. Daar gaat vervolgens een BOA, die moet daar naar kijken binnen 72 uur. Ziet hij dat de foto niet overeenkomt met bijvoorbeeld degene wat geregistreerd is, dan kan hij het aanpassen. En het onterecht is, wordt de foto ook weer vernietigd. Daarna gaat de foto naar CIEB, in Kassenhoofdzijbureau, die de proces verbalen vanuit het ministerie doen. En daar wordt de informatie wordt verder bewaard en daar kan verder niemand bij. Hoe was de reactie van de bewoners? Het was vanavond, ik vond zelf een positieve avond. We hebben ook met name ook gevraagd van hoe staat u als bewoner van de straat, hoe staat u hier tegenover? We hadden een voorstel gedaan en daar is goede input op gekomen. Verbeter voorstellen, kijk ernaar en dat gaan we doen. Er zijn ideeën gelanceerd vanuit de gemeente. En van de bewoners die konden dan vanavond zelf ook hun bezwaren, ideeën, dergelijke aanreiken. En daar is wel gretig gebruik van gemaakt. De gemeente heeft natuurlijk ook toegelicht van, het ging vooral om de overlast, maar hoe kunnen we dat regelen met camera's? De hele straat was bijna afwezig. Dus er was al door de gemeente aangegeven van nou één persoon per adres, van anders dan krijgen we natuurlijk met de corona regels weer te maken. Maar het was heel goed bezet en het werd ook goed meegedaan. Dus wat dat betreft, heel positief. En komt er nog een gevolg op? De wethouder heeft ons uitgenodigd om meer nog met elkaar erover, van straatbewoners dan,
met elkaar te praten. Van hoe kunnen we met elkaar eens worden over hoe we het willen hebben eigenlijk. Dus dat is heel positief. En dat komt dan 4 november is er opnieuw een zitting dan. Ja. Waar dan op een gegeven moment de ideeën nog eens weer uitgewisseld worden. En eventueel nog correcties of ja, hoe je het wilt noemen, wordt aangereikt. De werkzaamheden aan het asfalt, herstel van de afwatering en vervanging van de verkeersregelinstallaties aan de kruising Wierdense Straat, Aalderingssingel en Egbert de Katelaar zijn zo goed als afgerond. Moeten er volgens u nieuwe verkiezingen komen? Ik vind van wel dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Want zoals nu de toestand gaande is, wij komen er toch niet uit. Dus ik vind gewoon dat het volk weer opnieuw moet gaan stemmen. Nee, absoluut niet. U bent heel resoluut. Ja, ik denk dat het een heel slechte zaak voor Nederland is. En waarom is dat een slechte zaak voor Nederland? Nou, omdat het dan heel lang duurt voordat we dan een regering krijgen. Dus dat is, lijkt me niet goed. Ja, die moeten er komen. En waarom? Omdat er nogal het een en ander mis is in Den Haag. Als je gisteren even de algemene beschouwing hebt gevolgd, dan als je dan kijkt hoe ze met de koopkracht omgaan, met name voor vorig jaar hebben ze een aantal partijen hebben beloofd om die 14 euro per uur, het minimumloon zou mogen worden met 14 euro naar 14 euro. Die hebben ze dus ook niet gedaan. Met name CDA heeft toen gezegd, we doen het niet. Hè? Maar je ziet ook de ontwikkeling die er nu zijn. En als je daar naar gisteren kijkt, dat is, het is gewoon een, laten we zeggen, een blamage. Dan zal ik u zeggen, dat is een hele makkelijke vraag, maar een heel moeilijk antwoord. En wat is het moeilijke? Het moeilijke is dat ze nu zo in een impasse zitten. Op deze manier gaan ze er niet uitkomen. En ik had eerlijk gezegd gedacht dat ze over hun eigen schaduw zouden stappen en toch zaken konden doen. Maar als ze zo doorgaan, ja, dan denk ik dat er toch nieuwe verkiezingen aan moeten komen. Ja, dat vind ik wel belangrijk, nieuwe verkiezingen komen. En kun je aangeven waarom je dat vindt? Ja, de kabinet vindt wel, ik vind het wel handig om wel betere verkiezingen komen dan Nederland, wat er nu is. Dat denk ik wel. Ik denk dat het nieuwe zorgstelsel, hoe het nu gaat met betrekking tot corona, dat het beter kan. Als je kijkt naar wat ze allemaal inhouden. Nou ben ik niet anti-corona of een corona-wappie. Maar als je kijkt dat bepaalde dingen weer open gaan en bepaalde dingen dat ze sluiten qua horeca, dan denk ik van, dan moet je één lijn trekken, denk ik. Het duurt nu al een half jaar. Een half jaar, ja. Dat is toch knap lang, vind ik. En ze zijn er nog niet uit. En ze blijven bezig.
Dus, maar ik vind ook dat er te veel partijen binnen om op te stemmen en dat moeten ze ook ingekomen. Maar het duurt nu al een half jaar, hè, dat nou, formeren. Ik vind het schandalig. Ik snap niet dat ze nu even gewoon kunnen zeggen, nu gaan we een nieuwe regering vormen. Dat begrijp ik niet. Maar waarom zou dat liggen volgens u dat het allemaal zo lang duurt? Onwil. Iedereen wil zijn zin hebben. Niemand beweegt. Nou, ik denk dat ze allemaal heel eigenwijs zijn en allemaal heel erg vasthouden aan hun eigen principes en te veel aan zichzelf denken en te weinig aan wat ons land nodig heeft. Echt aan ons land belang. Maar zou een andere of een nieuwe regering het heel anders doen? Dat weet ik niet. Dat durf ik niet zeggen. Daar heb ik geen zicht op. Maar het moet wel anders hoe het nu gaat in ieder geval. Dat vind ik ook. Ja, maar er zijn ook belangrijke zaken. Kijk naar de huurderskwestie op dit moment, met de woningen. Maar kijk ook wat het ouderenbeleid. En, ja, daar ben ik zelf dan ook onderdeel van. Daar gaat het verder niet om. Maar als je daar ook allemaal naar kijkt, dan denk ik dat het toch nodig is dat er toch een sterk kabinet zou komen die iedereen vertegenwoordigt. En niet alleen een bepaalde groep. En dat is het probleem op dit moment. Maar dat gaat gebeuren. Ik heb net naar de beschouwing zitten kijken. Het gaat wel gebeuren. Het gaat wel gebeuren. Jawel. Denkt u dat nieuwe verkiezingen, dat ze helpen? Ik verwacht het niet. Maar ik denk als je minder mensen hebt of minder partijen hebt om op te stemmen, dat de verkiezingsuitslag toch wat anders is en dat je makkelijker partijen kunt vormen. Denkt u dat dat vertrouwen weer hersteld kan worden bij de Nederlandse bevolking? Nou, dat denk ik wel, want soms zie je dat er hele erge dingen gebeuren, ook binnen de politiek. En een half jaar later staan ze gewoon weer met dezelfde tronie voor de camera of zitten ze weer in het pluche. Als daar een beetje tijd overheen gaat, denk ik dat dat wel weer goed komt. Dat hoop ik. Daar lijkt het op. Dat wat is er dan volgens u veranderd in een half jaar? Nou, omdat er bepaalde dingen, moties in de Kamer zijn of worden ingediend, waar toch verschillende partijen mee eens zijn. Dus dan er komt toch een beetje beweging. Iedereen is gehecht aan zijn zeteltje in de Tweede Kamer. Dat is nou net. Hoe bereiken we nou minder partijen in diezelfde Tweede Kamer? Ja, dan moeten ze die eenmanspartijtjes die moeten ze af gaan schaffen. En wie moet ze dan afschaffen? Ja, de eenmanspartijtjes, maar ja, ik kan zo geen namen noemen, zo gauw 1, 2, 3. Die kunnen zichzelf het beste opheffen? Ja, vind ik van wel. Want één stem ergens in een hoekje, dat heeft volgens mij ook geen nut, want die hoor je toch niet. Maar denkt u dat er witte rook uit de schoorsteen komt? En daar bedoel ik mee dat er een kabinet komt, een nieuw? Ja, dat mag wel een keer mag kopen. Het duurt al te lang. Zou het volgens u helpen bij de formatie dat de huidige hoofdpersonen allemaal vervangen worden? Ja. Ja. Hoofdpersonen in de zin van, ik denk dat, misschien mag ik het niet hardop zeggen, maar Rutte heeft zich compleet ongeloofwaardig gemaakt. Met name de manier waarop hij hier de toeslagaffaire is omgegaan. En toch heeft hij een heleboel stemmen, nog steeds. Ja, begrijp je dat niet, hè? Nee, begrijpt u het? Nee, ik begrijp er niets van. En als er een ander kabinet komt, dan worden er ook andere coronamaatregelen getroffen. Ja. Daar ben je van overtuigd? Ja. Dus wat jou betreft mogen en moeten er nieuwe verkiezingen komen? Ja. Want als er weer dezelfde poppetjes op dezelfde plaatsen komen, dan vrees ik het ergste. Ja, dus moeten we polderen. Het is niet anders. Gezond verstand. Dus als ik u goed beluister, blijft Nederland een polderland? Nederland blijft een polderland. Ja.
Hoi, ik ben Boy en ik ben psychobioloog. En in dit filmpje ga ik antwoord geven op de vraag: hoe helpen vaccinaties ernstige ziekten te voorkomen? Onschuldig griepje. Hebben we allemaal wel eens gehad, toch? Even uitzieken, hup, en weer door. Of toch niet? Er zijn virussen en bacteriën die niet zo onschuldig zijn. Kijk, dit is Felice. Toen zij 16 maanden oud was, kreeg zij meningokokkensepsis. Dat is een bloedvergiftiging veroorzaakt door een kleine bacterie. Ik ben Felice, 20 jaar en ik heb meningokokkensepsis gehad. In Nederland hebben jaarlijks zo'n 90 mensen deze ziekte, maar ik ben zeker geen buitenbeentje. Maar en hoe krijg je dat? Nou, heel veel mensen die hebben die bacterie bij zich als ze verkouden zijn. Alleen, het is pas naar, zeg maar, als het in je bloedbaan komt. En bij mij kwam het in mijn bloedbaan. Daarom is het meningokokkenvaccin sinds 2002 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Hadden we zo'n programma nodig dan? Nou, het Rijksvaccinatieprogramma ging van start in 1957. Nadat Nederland was getroffen door een grote polio-epidemie. Naar aanleiding van deze epidemie besloot de regering om kinderen kosteloos te vaccineren tegen infectieziekten. Met als doel om complicaties, ziekte en sterfte te voorkomen. En met succes, want we hebben al 28 jaar geen polio in Nederland. Yes! Het prikje van de dokter ondergaat het ene kind makkelijker dan het andere. Maar als het stempel in het boekje staat, is een stuk veiligheid bezegeld. Omdat vaccineren zo goed bleek te werken, is het Rijksvaccinatieprogramma tegenwoordig uitgebreid en vaccineren we kinderen tegen 12 vaak zeer besmettelijke ziektes. Maar hoe werkt een vaccinatie dan? Met een vaccinatie bouw je afweer op zonder eerst ziek te worden. Door te vaccineren komt jouw lichaam in contact met stukjes en onderdelen van virussen en bacteriën. Nadat deze zijn ingespoten, ontwikkelt jouw lichaam hier antistoffen tegen. Deze antistoffen blijven in je lichaam aanwezig en daardoor ben je immuun voor de ziekte. Soms wel levenslang. En werkt dat dan ook echt, die vaccinaties? Zeg nou zelf, ken jij in Nederland nog iemand die polio of mazelen heeft gehad? Waarschijnlijk niet. Vergeleken met 100 jaar geleden komen deze infectieziekten nauwelijks nog voor. Dit komt doordat we zijn gaan vaccineren en doordat we een betere gezondheidszorg hebben. Daarnaast zijn we hygiënischer gaan leven en gezonder gaan eten. Inwoners van de gemeente Kesteren, nogmaals wordt uw aandacht gevestigd op de mogelijkheid van inenting tegen polio van in ieder van 0 tot en met 20 jaar. Belangrijk voor het succes van vaccineren is dat een grote groep mensen meedoet. Meedoen met het vaccinatieprogramma is in Nederland niet verplicht. En toch worden bijna alle kinderen gevaccineerd. Maar er zijn ook gebieden in Nederland waar minder kinderen en jongeren worden gevaccineerd. Zoals grote steden en plekken waar veel gelovige mensen wonen. Ook op de streng christelijke Groenewegen basisschool in Werkendam heerst de bof. Hier dan, in de kaak, kreeg ze een hele dikke wang. En een dessert ging helemaal trekken. In deze gebieden komen dan ook eens in de 5 tot 10 jaar kleine uitbraken van infectieziekten voor. En toen? Corona. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. De besmettingen lopen enorm snel op. En dat is spannend, want niet iedereen merkt of hij ziek is. Het virus grijpt razendsnel om zich heen. De maatregelen, zoals handen wassen, goed ventileren en 1,5 meter afstand houden, zijn belangrijk, maar werken niet voldoende om het virus te stoppen. Vaccineren is daarom de belangrijkste troef die we hebben om het virus tegen te gaan. Of ik me van plan ben om te laten vaccineren? Ja, ik denk het wel. Ik ga het wel doen. Ja, zeker. Ja, ik wil wel laten vaccineren. Nog niet. Ik wil eigenlijk als eerst afwachten totdat de anderen het doen. Maar stel, je ouders en opa en oma zijn al gevaccineerd. Waarom zou jij als jongere je dan nog laten vaccineren? Ik heb een paar goede redenen voor je. Allereerst, ook jij kan goed ziek worden van corona. Ook als je jong en fit bent. Ongeveer 1 op de 5 mensen blijft klachten houden tot wel maanden later. Daarnaast zorgen vaccinaties ervoor dat de ziekte zich minder snel kan verspreiden. Want logisch, als jij geen corona meer hebt, kan je het ook niet aan anderen doorgeven. Tot slot
zorg je ervoor dat het virus zich minder makkelijk kan muteren tot een nieuwe variant. Die misschien wel besmettelijker of ziekmakender is. En voor je het weet, zit het land dan weer op slot. De hamvraag is natuurlijk, hoeveel mensen moeten zich nou laten vaccineren om het coronavirus te stoppen? Eerst dachten wetenschappers dat wanneer 60% van de bevolking gevaccineerd is, we groepsimmuniteit zouden bereiken. Er zijn dan zoveel mensen immuun dat het virus zich niet makkelijk meer kan verspreiden en langzaam zal verdwijnen. Maar die groepsimmuniteit hangt erg af van de besmettelijkheid van het virus. Als het virus besmettelijker wordt, zoals de Britse of de Zuid-Afrikaanse variant, dan kan één persoon meer mensen infecteren. We moeten dan meer mensen vaccineren om iedereen te beschermen en de pandemie te stoppen. Met bijvoorbeeld de Delta-variant denken we dat ongeveer 85% van de mensen gevaccineerd moet zijn. We hebben gezien dat het Rijksvaccinatieprogramma al eerder ziektes heeft uitgebannen of beheersbaar heeft gemaakt. En nu is corona natuurlijk geen kinderziekte, maar het principe van vaccineren blijft hetzelfde. Hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe beter we met z'n allen beschermd zijn.